Wel naar binnen, in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Voor hem in deze fase van zijn nog nauwelijks gestarte carrière een misschien wel even belangrijke plek. Want hier gaat hij dan voor het eerst van zijn leven een soloconcert geven. Op 1 mei was in no time uitverkocht. Gepland als een soort afscheid, vlak voor hij het vliegtuig pakt naar Israël. Ja. Hallo. Kijk, dat is nog nooit eerder in de geschiedenis gebeurd, dat iemand die nog geen groot soloconcert heeft gegeven in 1 keer naar zo'n festival gaat. Ja, spannend. Je schrijft geschiedenis. Echt, ja? Een uitzwaaiconcert doen we alleen met het Nederlands Elftal normaal gesproken, uitzwaaien. En dan krijgen we 1 nummer. Nee, het worden zeker wel meer nummers, ja. Het gaat achter dat gordijn gebeuren. Ja, je moet erheen, ik ga hem voor je open doen. Oh, top. Ja, het is toch een beetje een officieel moment, dit, hè, uiteindelijk. Yes! Strijder, hè? Staat dat? Ja. En staat het ergens voor? Was je een donkere strijder? Ik heb een vrij lastige geboorte gehad. Ik denk dat het voortkomt uit die tijd. Ik kreeg te weinig zuurstof bij mijn geboorte, dus ik lag de eerste periode in een couveuse. Dus toen heeft mijn vader ook echt gezegd, die dacht eerst nog aan een andere naam, maar toen zei hij, nee, het wordt Duncan. Ja. Maar wel strijder. Ja. Aan die moeizame start in het leven hield hij ook een motorische afwijking over aan zijn rechterhand en zijn been. Hij was er niet minder vrolijk om. Maar piano spelen in de voorgeschreven vingerzetting, dat kon hij niet. Akkoorden wel, dus ging hij er maar bij zingen. Je leven is, om met een Engelse term te spreken, geen walk in the park geweest, hè? Het is jarenlang behoorlijk ingewikkeld geweest. Kan je dat zo zeggen? Ja, het is inderdaad ingewikkeld. Ja, want aan de ene kant was het een hele fijne jeugd en echt een thuis. Maar elke keer als ik op school kwam, voelde ik toch een soort van de hete adem van pesters in mijn nek. En dat was niet fijn. Ik herinner me ook dat ik op school het erg naar mijn zin had tijdens de lessen. En dat ik ook een ijverige leerling was. En ik hield van leren. En ik deed ook gymnasium omdat ik het maximale uit wilde halen. Weet je wel? De strijder. Ja. Daar is hij. Ja, precies. Ja, misschien wel. En maar toch tussen de lessen door, in de pauzes, toch altijd een soort van op de hoede. Want ik werd gepest inderdaad vanaf groep 1 tot en met de 6e klas gymnasium. Bitter. Dat is een lange tijd, ja. Was er reden voor dat pesten dan? Wat was het? Was je een ander iemand dan gemiddeld? Ik denk dat ik anders was. Ik denk dat ik vooral... ik was dik. Vrij dik. In de meeste interviews zei je mollig. Mollig, ja. Zullen we daar maar op houden dan? Ja, oké. Ik was mollig, sproetjes. Ja. Ik had een beugeltje, een brilletje. Ik hield van muziek, ik hield van zingen. Ik denk dat dat genoeg reden was om mij eruit te pikken. Ja, je hebt jezelf wel eens omschreven als een kleine Harry Potter. Ja, een soort van, ja. Dat kwam waarschijnlijk alleen maar door het brilletje dan. Ja, misschien wel, ja. En dat resulteert in het feit dat je gewoon, dat er altijd een stemmetje in je hoofd blijft zitten die zegt, het is niet goed genoeg, het is niet goed, het is niet dit, je bent te dik, je bent te dat, je bent te zus, je bent te zo. Dus ik denk op het moment dat je gevoelig bent voor commentaar en voor pesterij, om het maar zo te zeggen, dat dat elkaar gaat versterken. En dat was ook misschien wel een reden dat ik achter die piano kroop en dat ik dacht van, wow, dit voelt veilig, dit voelt alleen veilig. In beide manieren, dus alleen veilig achter de piano, maar ook alleen zijn en veilig voelen. En dat versterkt elkaar. Daar ben ik denk ik wel met je eens, ja, dat er toch een soort zonderling positie aan te pas kwam. Zelfs voor een amateurpsycholoog die niet doorgeleerd heeft, is dit eigenlijk de mooie uitkomst van het pesten, dat je daardoor deze oplossing voor jezelf gevonden hebt. Ja. Ergens alleen mee bezig zijn en muziek. Ja, ik vind ook dat het goed is als je daar op een gegeven moment zelf een punt krijgt, dat je kan omswitchen en dat je kan zeggen, ja, maar wacht even, laat ik mijn leven leiden door mensen die iets van mij vinden, of leef ik mijn eigen leven en vind ik zelf er wat van. En dit hele ding, weet je wel, deze hele droom eigenlijk die uitkomt, versterkt dat alleen maar meer in mijn hoofd. Ik heb heel veel getwijfeld, ik ben heel vaak onzeker geweest, ik wist ook af en toe niet of dit hetgene was wat ik wilde doen, maar ergens diep van binnen wist ik het wel. Als je alles nog goed bij elkaar zet, dan is het eigenlijk zo dat dankzij het pesten we nu hier zitten. Want je bent gevlucht min of meer in de muziek. Die muziek is je redding geweest. Ja, eigenlijk wel. Dat is heel mooi als je dat zo inderdaad schetst. Ik denk ook echt wel dat je er kracht uit kan halen. En dan die wondere twee oma's.
Hè? Ja. Bij de een werd muziek gedraaid, ja. Hè, heb je verteld in Israël. En bij de andere was het orgel. Ja, klopt, ja. Ja. Maar dus zonder pesten en zonder die oma's hadden we hier ook niet gezien. Nee, nee. Je zoekt altijd een beetje naar waar komt het vandaan. Maar ja. Bij jou is het eigenlijk vrij helder. Dat is de formule geweest, denk ik. Ja, ja. De oma's waren deel van de formule. Ja. Eerste grote ommekeer natuurlijk is dat je op je 13e dan eigen nummers gaat schrijven. Dat moet een bevrijding geweest zijn. Ja. Misschien wel de allergrootste ommekeer, hè. Je wint Brielus Got Talent, hè. Den Briels Got Talent, hè. Dan kom je als eerste uit de bus. Ja, dat moet gigantisch geweest zijn. Het was wel een van de eerste optredens die ik ooit had gedaan. En met zoveel positief commentaar, dat was voor mij wel een soort eye-opener. Je ging erin geloven. Van, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik kreeg geloof in hetgeen wat ik deed. En als je gepest bent heel lang, dan is dat heel lastig om te accepteren dat je iets goed doet. De muziek als ontsnapping aan een deels vijandige omgeving. Maar dan meteen maar naar het allerhoogste podium. Oké, hij bracht het bij The Voice tot de halve finale. Hij was nog niet klaar met zijn muzikale opleiding, of hij kwam in een totaal nieuwe wereld terecht. Zat vanwege dat ene nummer Arcade al meteen bij De Wereld Draait Door. Allemaal de schuld van zijn coach bij The Voice, Ilse de Lange. Sommige mensen zingen met oprechte emotie, en dat ben jij. Ilse onderkende zijn grote talent. Zij heeft hem voorgedragen voor het festival. Er is eigenlijk geen beter songfestival waar je naartoe gestuurd had kunnen worden dan het songfestival met het motto Dare to Dream. Ja. He, want jij hebt dus wel van meet af aan eigenlijk gedurfd om te blijven dromen. Ja. Ja, dat is een mooie... Toevalligheid. Een mooie toevalligheid, ja. 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 En dan moet je nu straks voor 200 miljoen mensen gaan zingen. Ja, ja. Ik zou afbellen. Nee, ja, echt, ja? Jawel, dat ga je niet doen. Met een totaal onvoorspelbare jury ook nog, hè, want nu sta je hoog. Ja. Hè, iedereen heeft hoge verwachtingen. En dat zegt nu eigenlijk relatief weinig, want ja, waar gaat Albanië voor stemmen? Ja. Het is natuurlijk een hele raar gedoe met die stem. Ja, het blijft superspannend en het is ook... Elke Europeaan en Australiër heeft een eigen muzieksmaak. Dus je weet inderdaad nooit hoe het uit gaat pakken. Nee, dan hebben ze ook nationalistische gevoelens en buren hebben ze. Hè? Precies, dus er komt zoveel bij kijken, dat is niet te voorspellen. Maar je geniet er wel van, hè? Want nu willen we opeens alles van je weten. Hè? Ik kwam zelfs het bericht tegen dat je billen op die clip, dat echt jouw billen zijn. Ja, maar hoe ver kan dat gaan, jongen? Nou, ik dacht ook, toen ik die vraag kreeg, dacht ik wel heel even van, oh ja, dit is dus ook een ding waar we ons zorgen over gaan maken. En het zijn inderdaad mijn billen. Nee, maar ik vraag dat met opzet. Want je krijgt natuurlijk alle details. Iedereen wil alles weten. Dit is een eerste echt serieuze kennismakingsgesprek. Ja. En waardoor we toch iets meer een beeld hebben van wie je bent. En we gaan natuurlijk heel erg met je meeleven. Dus wat dat betreft is het prettig om een beetje een beeld te hebben van je. Maar ik denk dat wat je heel helder schetst, hoe moeizaam het begonnen is, het geluk wat die muziek je gebracht heeft en de zin die je hierin hebt, dat ons wel heel erg stimuleert om je heel veel succes te gaan wensen. Ah, dat vind ik mooi. Dat vind ik fijn. Want daarin, weet je wat ik zo fijn vind? Het wordt zo goed en warm ontvangen en dat is aan de ene kant natuurlijk heel spannend, maar aan de andere kant ook heel fijn, want ik heb zo het gevoel dat ik gewoon kan doen wat ik wil, weet je. En dat ik dit gewoon is wel kan laten zien. Dit is jouw ding, ja. Ja, en dat is heel fijn. How many pennies in the slot? Given us up, didn't take a lot. I saw the end. Still I carried on, carried on, carried on. Loving you is a losing game. Mama, dik in tranen naar De Wereld Draait Door? Nou, viel op zich wel mee. Maar het was wel een emotioneel moment. Het was een heel emotioneel moment, ook voor mij, omdat ik gewoon zo lang naar dit moment had toegedroomd. En je bent toch iemand die een land gaat vertegenwoordigen. Daar komen meningen bij kijken. En dat moment van die, nou geen last van de schouders, maar een soort van verademing van, oh, het is er en iedereen kan het luisteren. Ja, dat was gewoon echt geweldig. Het is gewoon overweldigend. Dat is het enige woord wat ik kan verzinnen, overweldigend. Dat je, een jaar geleden had ik dit, nog niet eens een jaar geleden, een half jaar geleden nog niet eens, had ik dit nooit kunnen voorstellen dat het zo rap zou gaan. Van niemand kent je naar bam, in één keer ook in Israël willen mensen met je op de foto. En bizar, echt bizar.
All that's left is a broken heart. Heb je zelf al een broken heart gehad? Ja, meerdere keren. Meerdere keren? Ja, en niet alleen door liefde, maar ook gewoon... Het kan uit allerlei hoeken komen, denk ik. Uit welke hoeken kunnen harten gebroken worden dan? Dromen die niet uitkomen, kansen die gemist raken... vrienden die je verliest. Dus die eerste zin komt echt uit je tenen. Want je weet precies wat het is. Ja, denk het wel, ja. Nou, deze droom moet niet in een nachtmerrie eindigen. Nee. Nee. Laten we dat nou maar gewoon afspreken en daar ook van uitgaan. Ja, nee. Ik ga er in ieder geval mijn uiterste best voor doen om dat niet te laten gebeuren. Nee. En dat begint dan hier, hè? Met het uitzwaaien. Ja, hier zo, in het zonnehuis. Ik heb daar ontzettend veel zin in. Gewoon omdat ik ook... Kijk, Arcade is natuurlijk een van de liedjes die ik in de afgelopen tijd heb geschreven. Maar er zijn er zoveel meer en ik ben zo benieuwd naar ook weer die reacties. Ik vind het altijd een standaard tekst hoor. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. Het zal je geraaien zijn dat je er zin in hebt. Wie krijgt zo'n kans? Ja, tuurlijk. Maar daarom heb ik er ook echt ontzettend veel zin in.